morgen koop je. Ja, daar zijn we dan. Gisteren hebben we eventjes een kleine priksessie gehad, hè, om een paar vissen weten te vangen. Hier wel drie visjes, boy. Dus de moed zit er goed in, zeg maar. We hebben er zin aan. Nou ja, we gaan een hengeltje uitvaren. We hebben er al drie liggen. En dit is de laatste. Ja, we hebben even een emmer gemaakt waarvan 60-70% halve bollen. Ook gemixte maten, 24 en 20. En de reden daarvan is, nou, het is altijd goed om halve bollen te maken natuurlijk, maar vis op je heel schuin talud met allemaal keien, weten we zeker dat de aas goed blijft liggen. Nou, weer lekker aan het drillen, joh. Lekker hard. Dat was een mooie kromtrekker, of niet dan? Wel even wachten, hoor. Goeiedag. Ja, we kregen het even een beetje te kwaad. Duurde even een beetje te lang. Laat hem eens even zien dan, joh. Kijk. Oh, maar dat is best een mooie. Mooie schubben aan, zo. Oh. Komt eens even. Lekker netje. Nou. Lekker schub, hoor. Goeie drill gehad. Nou, ik zet hem gelijk weer terug. Op naar de volgende koopje. Fijn aan het drillen. Wat een depagek. Lekkere vis, boys. Volle take, niet normaal hard. Schub denk kilootje 14. Super vet. We bleven even wat langer zitten. Want we hadden zoiets van, ja, het moet eigenlijk nog kunnen. En er ging niet, hoor. Nummer 4 van de dag, eerlijk. Lekker. Een serieuze bak, Albert. Ja. Zullen we het allemaal voor doen? Balsem. Ah, dan ben je toch blij met zijn zoomfunctie, anders zie je hem niet meer, joh. Ah, dat is een beste, joh. Ja, dat is beste, hoor. Wat gaat er nu door je heen? Ik had er even een vaar op staan. Nou, het is nog niet helemaal het gewicht waar we op hopen. Maar we zijn wel lekker aan het vangen. En wat een plaatje, hè, Robert. Oh. Mooi vis voor de toekomst.
Ja, Koop, die pakt er even een voor het team. Die gaat gewoon even zwemmen. Hij zegt, ik wil hem bij die struik hebben. Maar gooien onmogelijk. Dus doen we even een kleine bagnade. Strategy voerboot. Dat is wel een beste voerbootje. Wat doe je? Een soort platform. Maar we zien volop karpen daar. Dus ja, het is wel een slimme keuze om te doen. Is het wat Koops? Ja, nou, het is niet een hele grote vis, maar volgens mij een mooie volschort. Dus... Vet. Oh, vet gek. Tering, wat een ding, joh. Ja, het is heel mooi geschort. Zo boys, weekje Frankrijk zit er weer op helaas. Het was redelijk. We hebben elke dag wel een paar vissen gevangen, maar helaas niet de bakken waar we voor kwamen. Desalniettemin was het gezellig en leuk om even bij de Family Koops op vakantie te zijn. Ik rijd nu naar huis en als ik dan thuis ben, kan ik donderdag mijn tas weer pakken. Dus even snel een wasje doen. En dan ga ik richting de Balkan. Keihard gevist, plekken gezocht, gevoerd, ook gevangen. Niet helemaal wat we verwacht hadden, heel veel kleinere vis, niet een paar mooie. Ik vooral veel kleintjes. Vanochtend is hij vertrokken, want hij gaat zelf op pad. En hij is alleen iets te vroeg vertrokken, want vanmiddag heb ik een verschrikkelijke bak gevangen, waar ik enorm blij mee ben. Daar is hij, dames en heren. De vis die mijn vakantie in één keer helemaal goed.